Hallo Eva, waarom is pizza lekkerder dan spruitjes? Leuke vraag, dat zoek ik uit. Hier gaat hij. Ja, pizza is toch echt wel heel erg lekker. Eva Korpelijn, hoe kan dat nou? Hij is lekker krokant, een beetje zout, lekker warm. Dat vinden we allemaal lekker om te proeven. Maar het is ook zo dat je in je lichaam waarneemt wat je eet. Er komen hormonen vrij en die vertellen jouw hersenen... oh, dit eten levert mij energie. En als je energie binnenkrijgt, dan is het goed spul. Want dat is spul wat je in leven houdt. Maar vroeger hadden we natuurlijk veel meer energie nodig dan nu. Nu zitten we de hele dag op onze kont. Ja, je lichaam reageert nog steeds op dezelfde manier zoals dat vroeger ook zo was. Goed, genoeg over pizza. Leef maar in dat stuk. Sorry. Want we zijn hier niet om het alleen over pizza te hebben, maar ook over spruitjes. Het imago van dit ding is niet beste. Bitter. Vies, bitter. Nou, dat is ook wel een beetje zo. Maar ze waren vroeger veel bitterder dan nu. Tegenwoordig zijn ze eigenlijk wel doorontwikkeld, zodat ze niet meer zo bitter zijn. Ik eet ze dus echt nooit. Gaan we ze maken. Nou, die spruitjes moeten toch nog koken. Kan ik jou mooi wat anders vragen? Ik hou wel van zoet. Ik ben meer van het hartig. Ja, precies. Dat verschilt dus per persoon. Ja. Waarom? Ja, we zijn allemaal anders. En het makkelijkste is dat te begrijpen door te kijken naar de buitenkant. Eva en Eva, maar ja, het is wel verschil. Andere kleur ogen, ander soort haar, ander karakter. En zo ben je van de binnenkant ook allebei anders. De ene houdt meer van zoet, de ander houdt meer van hartig. De ander houdt van lekker kouwen op stevige dingen. En andere mensen vinden zachte dingen juist heel lekker. En volgens mij zijn ze goed. Okay. Doe je mee? Ja, ik doe wel mee. Ik doe wel een klein eerst. Ben je heus? Het is gewoon kool. Maar verder prima. Mini kool. Valt me niet tegen. Maar ze kunnen nog lekkerder, hè? Klein beetje olie erover. Ja. Beetje currypoeder. Nou, dan pak ik nu een hele grote, om mezelf uit te dagen. Ze worden wel steeds lekkerder. Ik vind dit lekker, maar je krijgt kinderen natuurlijk niet snel zover. Ja, kijk, kinderen proeven bitter beter dan wij als volwassenen. En moet je dan als ouder gewoon maar denken, nou ja, dan maar niet? Nou ja, je kan het een beetje lekker maken, je kan het een beetje in een stamppotje doen, zodat je went aan de smaak. Dus het is heel veel gewenning eten. Ja, in allerlei verschillende landen eten kinderen ook dingen die heel anders zijn wat wij hier eten, wat ze hier niet lusten, wat ze daar wel lusten. Oké, een afsluitende gewetensvraag. Als je nou moet kiezen tussen de pizza of de spruitjes, wat kies je dan? Nou, als ik elke dag pizza zou eten, dan zou ik heel graag een keer spruitjes eten. Zo zit het dus. Oh, zit dat zo?